Voor de derde keer op rij staan we stil bij Chanukka in het parlement. Samen met de Joodse gemeenschap in ons land. Niet fysiek deze keer, maar via videoverbinding. En al missen we de ontmoeting, het is mooi om te realiseren dat we hiermee meer mensen kunnen laten meegenieten van het bijzondere moment dat de Chabad-rabbijnen ons als parlementariërs de lichtjes komen aanbieden. Voor de derde keer. En daarmee vestigen we een traditie. Een traditie waarvan ik van harte hoop dat we die volgend jaar kunnen voortzetten. Bij leven en welzijn en met een stevige handdruk in verbondenheid met de Joodse gemeenschap. Als eerste willen we zometeen luisteren naar een korte overdenking van ingenieur Rabbijn Isvorst. Die ons meeneemt vanaf het prilste begin van het leven naar de tijd van vrede en voorspoed waar we als Joden en christenen gezamenlijk naar uitkijken. Zeker in deze donkere dagen waarin het licht van Chanukka schijnt in de wereld. Chanukka, lichtenfeest, feest van inwijding. 8 dagen worden elke avond lichten aangestoken. Beginnend van rechts, daarna naar links. En waarom? Rechts is het begrip gesed, liefde. En links is het begrip gevura, strengheid. De strengheid mag er zijn, maar wel vanuit en gebaseerd op liefde. Daarom ook worden de kaarsen, of eventueel oliebakjes, vanaf rechts gesed, liefde, klaargezet. En daarna maar wel vanaf links gevoel aan strengheid aangestoken. Lichten. Neer Hashem Nishmat Adam. De ziel van de mens is een goddelijk licht van ieder mens. Met als consequentie elkaar accepteren. Ondanks onderlinge verschillen. Bij voorkeur steken wij met olie aan, met olijfolie. Het wonder bestond immers uit het vinden van een kruikje olijfolie. Een kruikje reine olijfolie. Olie staat voor kennis, wetenschap, inzicht. Maar Chanukka leert ons, het moet reine olie zijn. Reine wetenschappelijke theorieën en inzichten. Met als het ware Hashem, God, daarin aanwezig. Gebaseerd op de erkenning van het bestaan van een hogere macht, een tot stand brengen, scheppen. De lichten worden thuis liefst voor het raam neergezet, om de gedachten en idealen ook naar buiten uit te stralen. Ook op openbare locaties wordt de menorah aangestoken. Ik zei, reine wetenschap. Ik lees u voor. Een tekst, kort geleden door een hoogleraar, uitgesproken. Een volwassen individu is opgebouwd uit zo'n 100 biljoen cellen. Deze cellen zijn alle voortgekomen uit één enkele bevruchte eicel, met volledig behoud van de erfelijke informatie die daarin al aanwezig was. Cellen bekwamen zich tijdens de embryonale ontwikkeling in één van honderden specialisaties, een kloppend hart, ademende longen, denkende hersenen. Elke cel van die 100 biljoen bevat erfelijk materiaal in de vorm van 3 miljard DNA-bouwsteentjes. En we hebben het dus over wetenschap. En wetenschap, zegt Chanukka, daarin moet God aanwezig zijn. En als we dit citaat hebben voorgelezen en tot ons hebben laten spreken, dan zeg je ja, ja, hier moet een God zijn. Maar helaas,
de exact logische conclusie wat betreft het bestaan van een hogere macht, van een God, ontbreekt zo vaak. Nog een citaat. Neem de verklaring van Noam Chomsky, de meest toonaangevende taalkundige in zijn vakgebied, wereldberoemd. Samen met een aantal andere vooraanstaande wetenschappers verklaarde hij, na 40 jaar diepgaand onderzoek, zijn wij er op geen enkele wijze in geslaagd spraak en taal evolutionair aannemelijk te verklaren. Maar het is er wel, want ik ben er nu mee bezig. We krijgen 8 dagen met Chanukka om dit alles te overdenken, in ons op te nemen. 8 dagen Chanukka. 8 is 1 meer dan 7. Het getal 7 staat voor de wereld, in tijd en ruimte zoals wij die nu ervaren. Het getal 8 verwijst naar de toestand in tijd en ruimte straks in de periode van na het einde der tijden, zoals in Tenach de Bijbel wordt voorspeld. Zoals Maimonides in zijn wetboek schrijft en dat tijdperk als het ware weergeeft, dan geen oorlog meer, geen onderdrukking meer, geen honger meer. In de hele wereld zullen heersen vrede, voorspoed en gezondheid. Kan ik u voor de 8 dagen Chanukka iets mooiers toewensen? Hopelijk spoedig de komst van de Mashiach, van de Messias, die uiteindelijk de mensheid en de hele wereld met Gods hulp zal maken tot wat de bedoeling was bij het begin van de schepping. Chanukka Sameach. Ik dank Rabijn Vorst voor zijn overdenking. Tot u spreekt nu mevrouw Khadisha Ariep, de voorzitter van de Tweede Kamer, die de Chanukka-kandelaar in ontvangst zal nemen. Precies 2 jaar geleden mocht ik het aansteken van de Chanukka in de Tweede Kamer in aanwezigheid van de leiders van de Joodse gemeenschap samen met hun echtgenotes hier in de Tweede Kamer met woorden begeleiden. Ik kan me nog herinneren dat we met z'n allen in de koffiekamer stonden. Vandaag vieren we het plaatsen van de kandelaar helaas zonder fysiek samen te zijn. Maar de betekenis van Chanukka verbindt onze hoofden en harten ook in spirituele zin. Chanukka is het waar gebeurde verhaal dat vertelt hoe Juda de Maccabeer het met zijn volk, klein in getal, tegen het machtige Griekse leger opnam. Vechtend als een leeuw voor het behoud van identiteit en de belijdenis van hun geloof. Met 1 helder doel voor ogen, de vlam van het Jodendom brandende te houden. Zodat die vlam ook de rest van de wereld kon blijven verlichten. Dat maakte hen onoverwinnelijk. En dan is er nog dat andere, wonderlijke deel van het verhaal. Over de herinwijding van de tempel nadat de strijd gewonnen was. Waarbij elke dag 1 kaars met een andere moest worden aangestoken. Totdat er 8 in de Chanukka zouden branden. Er leek slechts olie in het vat voor die ene kaars. Maar het vaatje zou zich oneindig blijven vullen. Zo kon men heel maken wat verbroken was. En konden de Joden het pad naar de herwonnen vrijheid ingaan, badend in het licht. Ik vind het dit jaar extra mooi om deze lichten vandaag te zien branden. Met de coronapandemie die nog steeds als een slagschaduw over ons heen hangt. En met de terreuraanslagen op de leraar Samuel Paty, kerken en synagoges in Frankrijk en Wenen nog vers in het geheugen. We kijken terug op een jaar waarin iedereen op een of andere manier wel te maken kreeg met verlies en sterfte, ziekte of angst of eenzaamheid. In zo'n bewogen jaar kunnen we ons meer dan ooit
warmen aan de lichten en het verhaal van Chanukka. Dat verhaal leert ons dat elke vorm van duisternis, hoe groot en machtig ook, overwonnen kan worden door de vlam van menselijke kracht. In het oorspronkelijke verhaal was dat een militaire kracht. Maar volgens de beroemde, onlangs overleden Engelse rabbijn Jonathan Sacks is dat in de Joodse overlevering getransformeerd tot een culturele kracht. Een kracht die ligt in het overdragen van waarden en het leren van de traditie. Een beschavende kracht. Een zachte kracht die elk volk onoverwinnelijk kan maken. In bepaalde Joodse kringen, zo heb ik mij laten vertellen, maken mensen zelf hun Chanukka-kaarsen. Omdat dat ze dichter bij de kern van die kracht kan brengen. Het vat waarin de olie wordt gegoten staat voor het vermogen van ieder mens om het goede te doen. De olie en het lont staan voor de vonk waarmee iemand die vlam bij zichzelf aansteekt en de deur waarmee deze brandende kan worden gehouden. Gezamenlijk vormen ze een bundel van licht die de hele wereld aan kan. Ik vind dat een mooie gedachte die hoop biedt in deze tijd. Denk aan de samengebalde krachten van wetenschappers die onder hoge druk een vaccin hebben ontwikkeld tegen corona. Denk aan wereldleiders, politici en burgers die samen een vuist maken tegen antisemitisme, discriminatie en terreur. In woord, in debat en daad, overal in de wereld. Om zo in alle opzichten onze vrijheid te verdedigen. En onze vrijheid te herwinnen. Opnieuw veel dank voor de Chanukka die ons kan inspireren met zijn bron van licht. Chag Chanukka Sameach. Tot slot zal opperrabijn Jacobs tot u het woord richten. Hij zal ons vertellen waarom het goed is om de Chanukka-kandelaar ook dit jaar te overhandigen. Zelfs al kan het niet fysiek. Zelfs al is er niemand bij om het te zien. Over hoe waarheid soms irrationeel kan zijn, maar hoe het licht toch wint van het donker. Ook als niemand het ziet. Allereerst mijn oprechte dank aan mevrouw Ariep, voorzitter van onze Tweede Kamer, omdat ze zelfs dit jaar bereid was de menorah in ontvangst te nemen. En die menorah een plaats te geven in het hart van ons parlement. Waarmee automatisch, zonder woorden ook getoond wordt, dat dat kleine Joodse vlammetje, de Nederlands-Joodse gemeenschap of wat daar nog van over is, onlosmakelijk verbonden is met de brede Nederlandse samenleving. Zelfs dit jaar, heb ik gezegd, wat een gezamenlijk aansteken van de kaarsjes, de vlammetjes, met daaraan gekoppeld de ontvangst van rabbijnen, zoals voorafgaande jaren, heeft niet kunnen plaatsvinden. De brandende vlammetjes, de essentie van het hele Chanukka gebeuren, ontbrak eigenlijk dit jaar. De essentie was er niet. En dan rijst de vraag, hadden we dit jaar Chanukka, het aansteken van de menorah, wellicht moeten overslaan in het parlement en op zoveel andere plaatsen in Nederland? We weten dat de gedachte achter het kruikje olie en het vlammetje dat daaruit voortkomt, dat het doel daarvan is het verlichten van de duisternis. In de Shulchan Aruch, Joodse wetboek, staat dat de menorah moet worden aangestoken als er nog mensen in de straat zijn. Als het duister is, maar er lopen mensen rond. Maar wat als niemand in de straat is? Als niemand de boodschap van de vlammetjes, tolerantie, vrijheid van godsdienst, als niemand dat kan horen. Als Joden in situaties verkeerden of verkeren, waarin het voor het raam plaatsen van de menorah gevaarlijk is. Of als er gewoon helemaal niemand is, omdat ik in de woestijn woon, waar niemand gewoon aanwezig is. Steken we dan de menorah niet aan? Het antwoord op deze vraag is heel duidelijk. Hoewel het tijdstip van het aansteken van de menorah alles te maken heeft met zichtbaarheid, het verdrijven van duisternis juist bij de ander, toch moet de menorah zonder enige twijfel ook worden aangestoken
als niemand de lichtjes, de vlammetjes, de zuivere vlammetjes kan zien. En dat is nu precies dit jaar gebeurd. Publiekelijk de menorah aansteken met een grote menigte, dat zit er dit jaar niet in. Zelfs een paar rabbijnen de menorah laten overhandigen en de lichtjes dan ontsteken in het gebouw van de Eerste en Tweede Kamer, hebben we ook niet gedaan. En desalniettemin wordt in ieder Joods huis het licht wel aangestoken. Een licht dat hoger is dan de ratio. Een licht dat als taak heeft licht te verspreiden. Maar ook als het niets verspreidt, moet het toch branden. Is dat begrijpelijk? Is dat rationeel? Kunnen we dat verklaren? Nee, het is een soort contradictio in terminis. Totaal niet te vatten. Je moet de kaarsjes aansteken om duisternis te verlichten, om andere mensen te tonen, maar als er niemand is, moet je ze toch aansteken. Laat ik het anders verwoorden. Stel, we zetten een actie op poten om mensen die ontzettend arm zijn te helpen. We gaan een gaarkeuken oprichten. Iedereen geeft, royaal. En op een gegeven moment zijn die arme mensen in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dan stoppen we met doneren. Dan stopt de actie. Sterker nog, van de Joodse wet mogen die mensen ook geen geld meer nemen van die actie, van liefdadigheid. Want dat zou onrechtvaardig zijn. Wat zou eens logischer zijn geweest als ook met Chanukah, als we even de vertaalslag maken, op het moment er geen mensen buiten kunnen zijn, we de menorah niet aansteken. De menorah is namelijk intensief gekoppeld aan het verspreiden van licht. Verdrijven van duisternis. Maar er bevindt zich niemand in de duisternis. En dan zien we het volkomen onlogische. Als de armen niet meer arm zijn, kunnen ze uiteraard niet nemen van de armenbedeling. Maar als niemand aanwezig is in de duisternis, dan zijn we toch verplicht om de menorah aan te steken en licht te brengen. Maar aan wie? Aan niemand. Toch onlogisch. Niet te beredeneren. En dat is nu juist de essentie van Chanukah. In de Talmud wordt gebracht, wordt gevraagd, wat is Chanukah? En er wordt er gebracht, het wonder van het kruikje olie. Het verspreiden van het licht. Er wordt geen woord gerept over de wonderbaarlijke overwinning van het kleine groepje Joodse, je zou zeggen fanatici, die gigantische Griekse legerscharen wisten te verslaan. Geen woord daarover. Alleen maar over dat kruikje olie. Want wat was er aan de hand? De Grieken waren antisemieten. Joden werden niet vervolgd zoals in de Tweede Wereldoorlog of zoals in de tijd van de Inquisitie. De Jood mocht zelfs de Talmud, de Bijbel, de Torah bestuderen, mits God uit de Bijbel werd verwijderd. De aanwezigheid van de eeuwige, het irrationele, dat werd bestreden door de Grieken. En dat was nog net de strijd. De strijd van toen, om te vechten voor het irrationele, het wat we niet kunnen begrijpen, de aanwezigheid van de eeuwige als leidmotief in onze samenleving. Dat was de strijd van toen en dat is de strijd van nu. Het licht van de menorah moet gezien worden. Maar ook als niemand het ziet, moeten we het toch aansteken. Het vlammetje van de menorah straalt uit dat we niet alles kunnen begrijpen. God moet aanwezig zijn in onze maatschappij. Niet alles is te vatten. We weten meer niet dan wel. Als we daarvan doordrongen zijn, dan pas gaan we proberen te begrijpen. En die boodschap straalt dit jaar sterker uit dan andere jaren. Met dank aan corona. Ik wens u nog vele jaren Chanukah. In gezondheid en met echte shalom voor alle bewoners van uw aarde. Ik ben dankbaar dat wij op deze manier u deelgenoot hebben kunnen maken van de aanbieding van de Chanukah-kandelaar aan het parlement. Ik dank u voor uw aandacht en wens u Chanukah Sameach.